Vanaf morgen doen moslims wereldwijd weer aan de Ramadan. Een periode van bezinning en van zuivering. Weg van het aardse en terug naar de basis. Zelfevaluatie. Maar ook gemeenschapszin. Denken aan de armen en aan hen die het moeilijk hebben. Ironisch genoeg heeft corona het aardse leven nu ruim een jaar lang stilgezet. En velen van u hebben zich aan al die maatregelen gehouden. Daar heb ik enorm veel waardering voor. Er is niet met elkaar gegeten en gedronken. Er is niet gevierd. En in de moskee, waar u zoveel houvast aan heeft in moeilijke tijden, was het ongewoon stil. Helemaal voor jongeren is dit een moeilijke tijd. Ze kunnen hun energie niet kwijt. Niet op school, niet in wedstrijden op de sportvelden en nu, met de avondklok, ook veel minder met hun vrienden. Hun jeugd was dit jaar niet te benijden. Maar ook van ouderen hebben we veel gevraagd. Met name in een familiaire gemeenschap als de islamitische worden contacten met kinderen en kleinkinderen enorm gemist. En daar leef ik in met u mee. Vandaag vraag ik u voor de tweede en hopelijk laatste keer de Ramadan en de iftar bescheiden te beleven. Blijft u alstublieft thuis. Ook met het Taraweeh-gebed en met het suikerfeest. Houdt u zich aan de avondklok en spreek elkaar ook aan op de naleving van die maatregelen. Blijf afstand houden, blijf handen wassen. Natuurlijk, we hebben allemaal genoeg van het virus, maar we moeten het echt nog even volhouden. En ik hoop ook dat juist de Ramadan u kracht geeft om nog even door te zetten. Dat u steun vindt in uw geloof en in uw geloofsgenoten, ook digitaal. En dat u elkaar snel weer als vanouds in levende lijven kunt ontmoeten, in goede gezondheid. Want dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Ramadan Mubarak.